Ik wil iets vertellen over Theo in combinatie met warmtenetten. En dan, dat wil ik doen aan de hand van een casus waar we volop mee bezig zijn. In Arnhem, in de wijk Vredenburg. Het is een talkshop, zoals we dat genoemd hebben. Dus ik zal op een aantal momenten vragen aan jullie om mee te denken. Langs het denkproces waar wij doorheen zijn gegaan. In de hoop dat een beetje gevoel geeft dat erbij komt kijken. Ervan uitgaande dat jullie allemaal interesse hebben om met Theo aan de slag te gaan. Of dat jullie ermee zijn en het waarschijnlijk ook een aantal van dezelfde vragen worstelen die wij hebben. Ik doe dat vanuit Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling. Een onderdeel van het energienetwerkbedrijf Alliander. En ons zusterbedrijf Liander zorgt in een groot deel van Nederland voor de gas- en elektriciteitsnetten. En wij houden ons bezig met andere netten, voornamelijk ook warmtenetten, om ook als netbeheerder daarvan op te treden. En dat is natuurlijk een logische rol als je warmte op een centrale plek uit het oppervlaktewater wil gaan maken. Maar even in te gaan op Vredenburg, een foto van de wijk in Arnhem, een hele gemêleerde wijk, niet al te oud. Het is aan de zuidkant van Arnhem, dus na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Nadat de Duitsers de brug hadden opgeblazen, is Arnhem gezegd, als we dan toch een nieuwe brug maken, dan kunnen we aan de andere kant ook wel gaan bouwen. En dat is overigens niet eens eerst in Vredenburg geweest, maar dat is van wat daarna. Dus je ziet hier laagbouw, veel corporatiebezit, ook hoogbouw en ook veel kantoren. Dus van alles komt daar voor. Maar ik wil jullie dus meenemen van hoe komen we daar nou eigenlijk toe? En als wij op zoek gaan naar kansen voor alternatieve energie voor de aardgasvoorziening, dan pakken wij de kaart erbij. In dit geval de kaart van Arnhem. Wat je ziet, Arnhem Noord en Zuid wordt dus gescheiden door de Nederrijn. En aan de noordkant ligt Arnhem tegen de hellingen van de Veluwe aan. En aan de zuidkant ligt het eigenlijk in het laaglandgebied tussen de Nederrijn en de Waal. Als wij naar zo'n gebied kijken, dan is een van de eerste dingen die wij doen van waar zit die energievraag nou? En dan krijg je dit soort plaatjes, waarbij de kleurtjes die hier staan aangeven wat voor soort gebouwen het zijn. Dit is het gebied tussen, het gebied tussen Arnhem en Nijmegen waar veel tuinbouwkassen staan. Dat zijn die blauwe dingetjes. Dit is Arnhem-Zuid. En waar de grote rode bolletjes omheen zitten, ook als ze donkerrood worden, dan is daar veel warmtevraag in de vorm van dat ze op dit moment veel aardgas gebruiken. Daar leiden wij dat uit af. En aan de hand van dit soort kaarten proberen we gebieden te identificeren waar we veel aan energiebesparing kunnen doen, met name door alternatieven voor het aardgas te ontwikkelen. Maar ja, de eerste is natuurlijk van waar zijn we eigenlijk naar op zoek? Gegeven dat we dit soort informatie hebben. Dat is een vraag aan jullie. Ja. We kunnen dit soort kaarten laten zien. Dat is interessant. Maar... Ja. Heel goed. We zoeken naar energiebronnen. Ja. Andere? Afnemers. En afnemers, ja. Opgave gestuurd. In kaart brengen van wat er moet gebeuren, wat CO2-reductie betreft. Opgave gestuurd in kaart brengen. Wat is opgave gestuurd? Opgave huizen warmte gemaakt op andere manieren dan traditioneel aardgas. En daar is dit natuurlijk heel belangrijk. En Theo zou daar een rol kunnen spelen. Het is zeker een optie. Dus waar wij naar kijken zijn wijken waar allerlei kansen zich dan voordoen. Nou, dus die warmtekansenkaart is daar eentje van, maar er zit veel meer data onder. En zo zijn wij in de wijk Vredenburg gekomen. En wat waren daar nou de kansen die daarin zaten? Dat er een aanzienlijke energievraag is. Dat is al fijn, want dan heb je ook een reden om er aan de slag te gaan. De zoektocht is aanvankelijk gedaan door IF Technology in het waterschap. Dus die keken al meteen naar de Theo-optie. En die kwamen hierop uit omdat het gemaal wat er staat vervangen moest worden. En het is een heel bijzonder gemaal in deze wijk. Ik zal het straks even op een kaartje aanduiden. Maar
Ik bevind me hier natuurlijk in een gezelschap van mensen uit de waterschappen, dus ik bevind me nou op heel glad ijs, maar je hebt gemalen die dus zeg maar het regenwater uit de, of het kwelwater, bestaat geloof ik ook nog, uit de polder moeten halen. Maar dit is een gemaal wat bedoeld is om de watergang in die wijk, om die steeds te verversen. Dus dat, die wijk ligt ook ietsje hoger dan de omgeving, dus dit is een oppompend gemaal wat dat steeds doet. En die heeft dus een continue doorzet, zeg ik, dus een continue debiet. Dus dat is ook wel heel fijn voor de energievoorziening, dat je niet hele regenachtige tijden hoeft af te wachten om te kijken of de kachel het wel doet. Het is ook een gebied vanwege de grondwatersituatie waar geen warmtekoude opslag in open bronnen is toegestaan. Dus dat is daar geen alternatief wat voorhanden is. Het is een gebied waar ook koude vraag is, omdat er ook kantoren staan. En het is een gebied waar wel wat oudere woningen staan. Er zit gewoon geen echte nieuwbouw, maar ook weer niet de allerslechtste labels die alleen maar met hoge temperatuur zijn warmte stoken. En dit is ook een gebied waar sprake is in delen van hittestress door veel verstening en airco's van bijvoorbeeld die kantoren of het winkelcentrum. Dus het is aan de hand van zo'n kaart en de onderliggende data dat je dit soort elementen dan opzoekt en bij elkaar brengt. Dus ja, inderdaad, goed, alle antwoorden waren natuurlijk goed, maar je zoekt naar gebieden waar klanten zitten en waar een TO aanbod mogelijk is, of een andere bron in dit geval dan een TO-bron. Dit is die wijk, als we even wat meer inzoomen, om nog even na te bepalen. Dit is dus Arnhem-Zuid. Dit is de snelweg Arnhem-Nijmegen. En dat is die andere paars is de pleiroute. Dat is de weg die aan de zuidoostkant om Arnhem heen loopt. In de spits altijd mag je daar heel langzaam overheen rijden. Die wijk, ik zei het al, die kenmerkt zich doordat daar een watergang omheen zit die steeds gevoed wordt vanuit dit punt. En hier staat op dit moment een klein gemaal en dat wordt vervangen. Dat is in ieder geval het plan van Waterschap Rivierenland om dat te vervangen. Hier is ook nog de wijk Kronenburg, die ligt ernaast. Daar zit een groot winkelcentrum in. En die beide wijken zouden een mooi voorzieningsgebied, afzetgebied kunnen zijn voor Theo die je dan hier in het gemaal zou gaan winnen. Nou, hoe ga je daar verder mee? Wij kijken dan bijvoorbeeld, wat ik al zei, ouderdom van het vastgoed is van belang. Wat je aan de kleurtjes ziet is dat het vooral jaren 70, jaren 80 gebouwen zijn. In de meeste gevallen wel geïsoleerd op een bepaald niveau. Maar de oude van voor de EPC, zal maar zeggen, isolatie. Dus niet heel goed geïsoleerd. Maar ook geen duidelijke oudbouw. Staan natuurlijk uiteraard een paar hele nieuwe gebouwen tussen, maar dat valt heel erg mee. Er wordt vrij veel gas gebruikt, dat kunnen we aan de hand van dit soort kaarten. Dan weten we de energievraag per postcodegebied hoeveel gas er afgezet wordt. En we kennen van die woningen de energielabels. Die zijn hier in kaart gebracht en hier kun je dat dan een beetje aan zien. De kleurtjes staan daar van groen, dat is donkergroen is A, dat komt bijna niet voor, alleen bij de allernieuwste gebouwen. G, de rode, de slechtste, komt ook bijna niet voor, je zit er een beetje tussenin. Typisch labels C, D, E. En dat is interessant, omdat het wil zeggen, het zijn panden met een behoorlijke energievraag. Maar je kunt ook wel zien dat ze een bepaalde mate van energiekwaliteit hebben. Dus wel bijvoorbeeld een traditionele spouwmuurisolatie, traditioneel dubbel glas, typisch dat soort maatregelen zijn daar genomen. En het zijn woningen die waarschijnlijk ook goed te verwarmen zijn met niet al te hoge temperaturen. Dus waar normaal zo'n 70, 75 graden verwarmingstemperatuur moet daar voldoende kunnen zijn. Ja, hoe lossen we dat op? Met wat voor oplossing gaan we dan komen? Ik zei natuurlijk al Theo, maar wat komt daarbij kijken? Een warmtenet leggen. Er ligt geen warmte. Nee, het is allemaal gasvoorzien woning. Ja. Ja. Dat kan. Een WKO. Een WKO? Bij Theo hoort een WKO. Bij Theo hoort een WKO, dat klopt. Ja. Niet per se een WKO te zetten. Er zit een. Als je de kleine lettertjes leest, dan staat hier, je mag in dit gebied geen WKO hebben, maar waar die gemaal staat, kan natuurlijk wel, dan zit je net buiten het gebied. Dus je kunt een WKO, op een centrale WKO kun je toepassen. Ja. Waarom mag je een WKO hebben? Even voor mij.
Omdat het gebied, dat heeft met de grondwaterstand en voorziening te maken, maar dat gaat helemaal buiten mijn expertisegebied. Ik weet dat bijvoorbeeld de kantoren die er zijn, die zijn er wel eens mee bezig geweest, ook bij nieuwbouw van een kantoor, en dan was dat geen optie. Wat er tot dan toe toe leidde. Provincie dan denk ik, grondwaterstand. Ja, dat neem ik aan. Ja. Maar het mag niet. Klaar. Dat is geen oplossing hier. Nou ja, wat ik al zei, het is een Theo-oplossing. Het is eigenlijk de oplossing die in de inleiding Barry al liet zien. Die lijkt hier heel erg op. Een gemaal, wat ik al zei, jaar rond draaiend. Ik zal zo even wat cijfers laten zien. Relatief kleine wateren. En dat betekent ook dat de temperatuur in de zomer al vrij hoog ligt van het water. En de winter ook mooi meedaalt. En dat biedt een unieke kans om al de warmte in de zomer die je oogst, om het zo maar te zeggen, die zit al op een behoorlijk niveau. Dus als je daarmee aan de slag gaat, dan hoef je niet zo heel veel meer te doen met warmtepompen om die op te werken. Maar goed, je slaat hem op in een WKO, die moet dus uiteraard buiten het waterbeschermingsgebied liggen. En met een warmtenet breng je dat water dan, koude en warmte kun je dan naar de gebouwen brengen. En dan is het nog een keuze of je zegt van ik ga warmtepomp op gebouwniveau of een warmtepomp centraal plaatsen om het op het gewenste temperatuurniveau te maken. In principe, door de lage temperatuur van het water in de winter, heb je, als die WKO-bron helemaal goed is ingesteld, heb je eigenlijk geen nakoeling meer nodig op je koude. Dat is ook wel heel gunstig. Er zit een grote energiepotentie in. Belangrijk is ook dat je ook hier dus een impact hebt op de warmte uit het oppervlaktewater. Dat water in die wijk heeft allerlei functies, maar onder andere helpt het om de hittestress te voorkomen. Als je daar ook nog 3, 4, 5 graden af weet te halen in de zomer door Theo toe te passen, is dat natuurlijk ideaal. In de winter betekent dat je minder vaak kan schaatsen als je er koude uithaalt. Maar volgens mij werd er sowieso al nauwelijks geschaatst op deze, wat is het, vaart, sloot, kanaal, watertochtgang. Ik weet niet wat voor namen jullie daarvoor hebben. Maar er wordt 2 miljoen kuub doorheen gepompt. Daar kun je 5,3 gigawattuur warmte uit extraheren. Als je dat volledig zou gebruiken, zouden dat 750 woningequivalenten zijn. In de praktijk kan het nog meer zijn, omdat je vaak ook voor de pieken nog een andere voorziening kunt treffen. Dan kan het aanzienlijk toenemen. Koude is ongeveer net zoveel, dat is logisch, want je hebt die hoeveelheid water beschikbaar. Je kan evenveel graden omhoog als omlaag. Maar dat is veel meer dan de koude vraag in het gebied is. Zou je hem volledig benutten, dan kun je een aanzienlijke CO2-reductie, energiebesparing weten te bereiken. Maar daarmee zijn we er nog niet, want dan hebben we wel allerlei geweldige kansen op een rijtje, maar we hebben ook een aantal hele grote uitdagingen in beeld. De eerste is een hele simpele. Als je nou vraagt, van wat is nou de goedkoopste energievoorziening in deze wijk? Op dit moment aardgas. Dat zit er ook, dus het is eigenlijk vanuit de business case, vanuit kosten, geen reden om over te stappen. Gas is goedkoop, dat weten we. CV-ketels zijn goedkoop. Mensen vervangen hun CV-ketel niet allemaal tegelijk. Dus over 10, 15, 20 jaar zo'n beetje allemaal een keer. Ja? Sorry? Dat zijn huurwoningen. Veel, ja, er zit ook koop tussen, maar veel huur. Ja? Merendeel huur, ja. Ja, met de corporatie, ja. Vroeger waren corporaties zeiden van we gaan verketelen en dan ging die hele wijk, gingen alle ketels erin en eruit. Tegenwoordig, coöperaties hebben gewoon een installatiebedrijf in de arm. Die moet zorgen dat die ketel werkt. Als die ketel niet werkt, vervangen ze hem. Dus vervangingen gebeuren helemaal niet meer gesynchroniseerd. Dat komt bijna niet meer voor. Dus je hebt echt sprake van, ook in huurwoningen, ook van woningbouwcoöperaties, dat ketels alle leeftijden tussen 20 en 0 jaar oud hebben. Dat zit dwars door elkaar. Dat gaat ook op die manier, wordt dat gedaan. Dus ook waar het de mensen zelf niet zijn die ze vervangen, dan is het een woningbouwcoöperatie. Dus, en dan nog, voor woningbouwcoöperatie kost het iets van €800, geloof ik, om een cv-ketel te vervangen. Dus het is ook niet dat er heel veel geld mee gemoeid is. Dan kun je zeggen, nou, we gaan kijken waar we lage temperatuur kunnen slijten. Maar omdat het dus een wijk is waar nagenoeg geen nieuwbouw is en ook niet meer gebouwd wordt of bijna niet gebouwd wordt, is er dus heel weinig lage temperatuur vraag beschikbaar. Als alternatief is hier ook een hoogtemperatuur warmtenet van Nuon, wat er vlakbij loopt. Dat zou ook gebruikt kunnen worden. Dus dat betekent dat al op het moment dat je een voorziening doet, dat je ook daarmee moet kunnen concurreren. En er zijn verschillende partijen bij thermische energie uit oppervlaktewater betrokken.
En geen van de partijen die erbij betrokken was, die zei van nou, wij doen alles wel. Dus je moet allerlei afspraken maken om dat onderling te verdelen. Bovendien moesten we ook nog in dit geval leren hoe we het beste met elkaar om konden gaan. Omdat we vanuit verschillende perspectieven naar zo'n project aan het kijken zijn. Maar daar kom ik straks nog uitgebreid op terug. Ja, hoe gaan we met die uitdagingen om? Dat is eigenlijk de vraag van voor wij stonden en die ik graag aan jullie wil stellen. Labels van die huizen, ja. Die zijn niet zo heel erg slecht. Nee. Maar als ze toch allemaal toch met CDE-label zitten, dan zit er wel een soort potentieel in om vanuit de coöperaties om die huurwoningen te beter te gaan isoleren. Ja. En dan komt automatisch komt die lage temperatuurniveau van die woningen beschikbaar. Dus dan is dat wel weer een hele mooie langzame overgang. Want die is al die woningen naar jouw woning niet richten. Ja, wat je zegt, op langere termijn is het voor een woningbouwcoöperatie interessant om die woningen toch verder te gaan isoleren. En dan komen ze vanzelf in de betere labels terecht en kun je ook met lage temperatuur uit de voeten. Op langere termijn zelf is dat juist. Maar goed, dan is de consequentie van deze dat we nog een tijdje gaan zitten wachten. Dat kan, dat is een oplossing. Ja. Ja. Maar is dat alleen maar regio of de bewoners? Of de partijen die de teel willen? Nou ja, in de vraag is is vooral bedoeld van vanuit het idee van we zitten vandaag op het Theo-festival, we willen een Theo-project oppakken. Ik vertegenwoordig even de van de partijen die dit samen proberen op te pakken van oké, dus hier staan we dan voor, wat gaan we doen? Maar dit is een vraag die als jullie met de PTB zijn je ook stelt van wat gaan we nu doen als we hiervoor staan? Nou, één oplossing gehoord is gewoon wachten tot de situatie zo verbetert dat we met lage temperatuur uit de voeten kunnen. Dat, ja. Andere, ja? Er ligt al warmtenet in de buurt van een transportnet, ja. 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 Dus uitbreiden van een bestaand warmtenet is vaak goedkoper dan een heel nieuw energieopwekssysteem maken. Ja. De warmte van Lyon is restwarmte gevolg mee van de AVM. Klopt, ja. Dus is duurzaam? Ja, redelijk, ja. Ja. Ja, ik weet over duurzaamheid kunnen we elke twist uitvechten hier. Dat vind ik niet zo interessant. Het enige wat ik daarover wil zeggen is dat is zonder meer een optie om het warmtenet van Nuon hier neer te leggen. We als degene zeggen van nou, we zouden toch wel een keer een Theo-project willen kunnen proberen te organiseren, hebben daar niks aan. Maar dat geeft niet als dat een goede oplossing is. Wij kijken er op een iets andere manier tegenaan. Wij zeiden van die warmte van de AVR, waar we nu onze warmte vandaan had, die is nog niet op, maar die is wel bijna op. En waar ga je dat toepassen? Als je in deze wijk kansen hebt voor Theo, is dit niet de logische wijk om dat te doen. Dan pak dan een wijk waar geen goede bronnen in de buurt zijn. Die zijn er ook. En ga daar met die warmte aan de slag. Straks is die op. En dan heb je de verkeerde wijk gepakt. En dan moeten anderen heel duur met elektriciteit en weet ik wat aan de gang. Dat is onze redenering. En ook de discussie die we bijvoorbeeld met de gemeente hebben over waar pas je nou wat toe. Maar als je puur naar de business case kijkt, het is dan niet zo heel simpel omdat het natuurlijk bestaande bouw is, maar dan is het een goede oplossing om te zeggen van, dat de hoogte temperatuur en warmtenet van Nuon is ook een oplossing. Waar wij nu op uitkwamen was dat de goedkoopste oplossing om die wijk van warmte te voorzien was gewoon het gas in stand laten, dat is duidelijk. Als je dat niet wil, dan kun je dit doen wat wij bedacht hebben met Theo, of dat hoogte temperatuur en warmtenet en alle andere oplossingen zijn echt weer veel duurder. Ja, dat hangt dan weer heel specifiek af van wat je wil oplossen. Voor de ene klant is het concurrerend, voor de andere weer minder. Dat verschilt. Ja. Wat gaan we doen? Hoe gaan we ermee om? Wat zouden de aanslagkosten zijn, kosten voor de woning-aanslagkosten, inclusief de TEO-installatie? Ja, dan praat je feit over de totale investering die je moet doen. Ja. Als je dit systeem voor woningen gaat uitrollen, dan zijn de investeringen, gemiddelde investeringen per woning lopen op tot 12.000 euro. Orde grootte. Ja. Hoe is de wijk georganiseerd, behalve dat er een aantal één of meer corporaties actief zijn? Is er een organisatie waar jullie mee kunnen praten wat bewoners betreft? Nee, er is geen op dit terrein actief bewonersplatform of buurtvereniging of energiecoöperatie aanwezig. Nee.
Dat is zeker handig om te hebben, omdat ja, eigenlijk elke vorm waarbij zo'n wijk zegt van op een collectieve manier zijn we hiermee bezig, helpt natuurlijk om een collectief systeem te realiseren. Absoluut. Ja. Ja, dit is onze oplossing. We zeggen, laten we nou niet al die complexiteit in één keer op onze nek nemen, maar gewoon eens beginnen waar het al wel kan, om een start te maken. En we hebben die start gevonden na nodige gesprekken en zoektochten in een tweetal gebouwen die wel vlak bij elkaar liggen, maar aan de noordkant van het gebied, dus toch wel een eindje nog van de bron af liggen. Maar we zoveel energievraag hebben dat we daar wel kans in zagen. En dat zijn deze twee klanten met behoorlijke kantoren. Ook het voordeel dat ze ook koude vraag hebben, wat de business case enorm helpt. Die ook een duidelijke verduurzamingsambitie hebben en gezegd hebben van wij willen wel hierin mee. We willen ook wel investeren in onze eigen installaties om dit mogelijk te maken, maar de initiatiefnemende partijen, jullie moeten zorgen dat we die energie aangeleverd gaan krijgen. Wij kunnen hier een business case op baseren. Dit rekent rond als we deze klanten pakken. En het aardige daarbij is ook nog dat we dan ook nog in staat zijn om een aantal voorzieningen die we treffen of uitbreidbaar te maken, zodat we uiteindelijk alle potentie eruit kunnen halen. Of, we hebben bijvoorbeeld over de warmtewisselaar in het gemaal en ook de leidingen die we gaan aanleggen, ook al gewoon op de capaciteit te leggen die in het systeem in de toekomst zit. En dat kan uit. Dan hebben we het over, volgens mij is het, ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ja, zoiets, ja, 800 meter, kilometer, ja. Goed dat Anne-Jan in de regio ook een leverancier wordt voor warmte. Nee, dat zie je niet goed. Nee, daar kom ik, dus daar kom ik zo nog op. Maar, of eigenlijk nu, kijk, dit is dus het eerste punt. Van heb je überhaupt als initiatiefnemers, in dit geval was dat het waterschap, IF Technology, wij waren erbij betrokken, hadden we een project en toen zeiden we, nou, als je dit via deze klanten hadden interesse, zei, nou, nu moeten we er dus een partij bij gaan vinden die een aantal taken oppakt die wij als Allianz de regio niet doet, maar die het waterschap ook niet doet. En dat zijn uiteindelijk is het deze combinatie van partijen geworden die erbij betrokken is geraakt. En dan is het ook heel belangrijk, is dat ook regelde samenwerking. Dat wil ook zeggen dat je naar elkaar heel duidelijk moet zijn wat doen we wel en niet. Al in een heel vroeg stadium van dit project, het staat hier als stap 2, maar dat is wel een van de eerste dingen, hebben wij het gesprek met Waterschap Rivierenland gevoerd en gezegd van, Oké, jullie zijn enthousiast over dit idee en dit initiatief en waarom ook niet. Maar realiseer je dat je in welke vorm dan ook je niet alleen waterbeheerder wordt met verantwoordelijkheid voor waterkwaliteit en hoeveelheid, maar ook energieproducent. En dan kun je zeggen van ja, ik doe het alleen maar kaal van wat eruit komt en verder doe ik er niks mee. Dat is prima, maar als we hier een project op gaan baseren, willen we er wel op gaan rekenen. En waar je dus normaal gesproken altijd je afweging kan baseren op je waterhuishouding, gaat het nu ook over energie. Durf je dat aan? Ga je dat commitment ook aan? Dat is een hele belangrijke vraag die we vroeg gesteld hebben. Want je kunt dit niet doen zonder dat commitment. Als een waterschap zegt, ja, maar nu speelt eventjes een belangrijkere rol dat we het gemaal stilzetten, want de waterstanden enzovoort. Ja, dan hebben we meteen een probleem. En die verantwoordelijkheid komt er opeens bij. Nou, kijken naar de inhoud van het project hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. Maar het is wel iets wat je goed moet realiseren en expliciet moet besluiten. Dus dat is de rol van het waterschap. Die zei, dat doen wij. We zijn ook bereid om te investeren in het gemaal, wat daar extra voor nodig is. Dat stukje doen we en we gaan die energie uit het gemaal ook leveren. Maar we willen geen energieleverancier worden aan klanten. Nou, prima. Dus daar hebben we Engie bereid voor gevonden, die een aantal rollen op zich pakt. Die zal voor installaties zorgen, die zal de operations gaan doen en die zal ook als leverancier naar de klanten gaan optreden. Dus hier het antwoord op, nee, wij gaan niet leveren. Een soort principieel dingetje wat ook nog in de wet staat, dus dat is heel simpel. Wij gaan zorgen voor het netwerk, zorgen dat die energie van A naar B gaat komen. Ik noem hem expliciet IF Technology, want die hebben ook veel zelf geïnvesteerd in dit project, ook vanuit een aantal programma's waar ze bij betrokken zijn, worden ook heel hard aan getrokken en ook nog steeds als partner betrokken. De gemeente is er in toenemende mate bij betrokken geraakt en heeft ook een duidelijke rol om. Hier staat in dit stadium nog communicatie met de wijkbewoners, maar dat heeft ook iets te maken met de rol die de gemeente in de vorige collegeperiode speelde. We hebben goede hoop dat ze ook een veel belangrijkere rol, ik kom daar straks nog even op terug, gaat spelen in de toekomst.
En de provincie heeft ook haar ondersteuning toegezegd en ook wat middelen daarvoor beschikbaar. Hoe ziet die samenwerking er dan uit? Nou, dat is een kwestie van hoe die partijen daarin komen. Als we dit even de keten beschouwen van productie tot en met levering aan de klant. IF kijkt mee over het hele traject, dat alles bij elkaar moet kloppen. Zal overigens in het eindplaatje geen rol meer hebben. Als het helemaal gerealiseerd in exploitatie is, dan zijn zij klaar. Klanten zijn natuurlijk heel belangrijk. Vandaar dat we begonnen zijn eigenlijk met de klanten. We kunnen alle complexiteit van business cases en heel veel klanten en wijkparticipatie op onze nek nemen. We beginnen met klanten die willen en waarmee we al een start kunnen maken. Die gaan zorgen dat hun gebouwen er geschikt voor gemaakt worden. Het waterschap zorgt voor het gemaal, ook dat het aangepast wordt, de warmtewisselaar en daarmee ook de levering van de energie uit die warmtewisselaar. Wij gaan de warmte en overigens ook de koude transporteren. En Engie neemt een heleboel rollen dan in. Dit is een kwestie van afspraken, wie wat doet aan de productiekant, zoals ze zorgen voor de WKO. Er komt ook nog een kleinere buffer zal er nog bij komen, dus bovengronds. En aan de klantkant verzorgt zij de warmtepomp, indien nodig. Het kan ook zijn dat dat onderdeel wordt van de gebouwinstallaties. Ik kom zo weer op de vraag terug. Een afleefstation, want zij gaan de warmte leveren en bemeten. Ja. Het initiatief is in een aantal stappen genomen. Het oorspronkelijke initiatief kwam uit de samenwerking van IF met het waterschap. En heel vroeg stadium hebben ze ons daarbij betrokken. Wij hebben dat rekenwerk een stap verder gezet en gekeken of we klanten konden identificeren die er interesse in hadden. En toen dat bleek te zijn, hebben we Engie erbij betrokken. Die is nu mede-initiatiefnemer, investeert ook in de ontwikkeling waar we nu staan. En met die partijen doen we dat nu samen. Ja. Dus dit is het plaatje. En wat we nu van plan zijn te doen, ik kom zo meteen op waar we precies staan, maar is dat dit ertoe leidt dat we dus ook verschillende afspraken met elkaar gaan maken. Die horen bij die verantwoordelijkheden. Die gaan over het feit dat partijen hun eigen investering dragen. Dat ze dat dus door de onderlinge overeenkomsten die ze maken weer terug kunnen verdienen. Dus heel simpel, Engie verdient zijn geld omdat uiteindelijk de klant een rekening krijgt. Wij verdienen ons geld terug van de investering in de warmtransportleiding doordat Engie ons een vergoeding voor het transport van de energie betaalt. En Engie betaalt wat voor de energie die ze van het waterschap krijgen. Dat rekent in zijn geheel nu voor die klanten rond. Betekent ook dat we ook duidelijk maken van wie voor welk deel verantwoordelijk is. Heel simpel gezegd, wij garanderen het transport. En als wij daar niet aan kunnen voldoen, dan is dat ons probleem. Dan moeten wij dat oplossen voor eigen rekening, risico. En zo hebben alle partijen daar hun eigen rol in te spelen. Eerst 8 jaar. Ja. Engie, ja. Ik kan me voorstellen dat je dat op een gegeven moment leuk gaat vinden. Dat is een beetje pijnlijk, maar op een gegeven moment heb je daar een vaste rol in. Ja. Hoe lang heeft ze die rol? Nou, zolang als hun klanten contracten met ze hebben. Dus kijk, de samenwerking voorziet erin dat zij geld krijgen van klanten die met hun een contract sluiten. Het idee is nu dat deze gebouwen voor 15 jaar een contract met ze gaan sluiten. Als het daarna ophoudt en ze willen niet meer, dan is Engie out of business. Wij overigens ook, maar Engie koopt bij ons de transportcapaciteit in. Zo zit het systeem in elkaar. Dus het zijn uiteindelijk klanten die bepalen met wie ze zaken doen. Waar wij naar op zoek zijn gegaan, en daar zijn niet heel veel partijen van, maar het is ook van 2 jaar geleden inmiddels dat die samenwerking tot stand is gekomen, is een partij die niet alleen geïnteresseerd is in deze rollen, maar ook het voorinvesteringsstuk op zich wilde nemen. Nou, daar zijn er niet zo heel veel van, maar het beginnen er nu meer te komen. Ja. Ik daar is er. Ja. Ja, wat merkt die klanten nou van? Ik ga het hier in de zin van. Heeft hij er ook een voordeel van dat hij op de DO overgaat, financieel gezien, of is het een soort niet meer dan anders principe? Op in financiële zin is het een soort niet meer dan anders principe. Is het voor hem een kwestie van, voor dit kan het uit. Zowel voor de Rijksgebouwendienst die het Belastingkantoor doet als de andere investeerder geldt dat zij ook gewoon milieuprestatieafspraken hebben gemaakt en op deze manier daar invulling aan geven. Het is voor hun een manier om ja, eigenlijk met hulp van derden vrij eenvoudig te verduurzamen. Ze gaan een stuk minder gas gebruiken, een stuk minder elektriciteit inkopen. Dus dat helpt voor hun onmiddellijk.
Ik bedoel ermee dat voor woningen, consumenten en kleinere klanten is er een wettelijk niet meer dan anders. Dat spiegelt aan gas. Voor grote klanten zoals deze bestaat dat eigenlijk niet. Maar uiteindelijk kijken die gewoon van wat is vandaag mijn energielasten, wat zijn ze morgen. En wat ik voor morgen afspreek moet niet meer dan anders zijn. Alleen je kunt daar veel meer mee spelen omdat je free format bent. Dus de dwingende wettelijke regeling van dit mag een gigajoule maximaal kosten, dit mag het vastrecht maximaal zijn, daar kun je vrijer mee spelen. Daarom noem ik het een soort van niet meer dan anders. Maar, even, ja. De ene twee kanten is een overheid. Dus die moet inkopen, de warmte inkopen. Ik denk dat het ook wel aan het bedrag gaat. Zijn er gebonden aan om dit Europees aan te besteden? Nee, daar zijn ze niet aan gebonden. Heeft met name te maken dat dit type aanbod. Het is niet zo dat er hier 14 partijen zijn die zeggen van wij gaan via Theo jouw warmte-koude leveren. Dus het is voor hun een keuze om daaraan aan mee te doen. Daar is beleidsruimte voor. Hoe het exact juridisch in elkaar zit, dat moet ik je schuldig blijven. Maar hier is naar gekeken. Ja. Achteraan. Ja, het gaat meer een beetje over die prijzen. Er komt zo'n 15 jaar contract met die twee klanten. Ja. Is dat dan eigenlijk met een vaste prijs, met bijvoorbeeld een vaste inflatiecorrectie? Of hoe werkt die prijs voor 15 jaar? Op dit moment wordt daar overigens nog over onderhandeld. Kijk, je kunt gewoon in de business case zien dat er ruimte is om het te doen. Daarmee kun je tot een prijs gaan komen. Het beeld wat we er nu bij hebben is dat er een behoorlijke vaste component in zit waar een inflatieindexatie op zit en een kleinere variabele component voor de warmte en de koude. Die in feite voor hun betekent dat ze zeggen van als we de plannen die wij willen doorvoeren om ook verder aan energiebesparing te gaan doen, want die zijn er ook, dat ze daar gunstig mee uitkomen. Maar ik noem het daarom niet voor niks een soort van niet meer dan anders, want aan de ene kant is Engie en zijn wij in de keten bezig om het zoveel mogelijk bij onze kostenstructuur te laten aansluiten. En is die klant bezig om het zoveel mogelijk bij zijn alternatief te laten aansluiten. Dus dat daar wordt op dit moment over onderhandeld. Ja? Je begon met de inflatie van Heerenwijk. Ja. Je komt nu uit de twee bedrijven te starten. Ja. Er is ook een moment zeg maar, dat het gemaald van niet moet worden. Ja. Nou, wat we dus doen is zorgen dat we nu een start kunnen maken. En we hebben door die twee klanten hebben we de complexiteit ver teruggebracht. Zeggen we. Nou, opeens hebben we een project waar we met twee klanten in gesprek zijn in plaats van met tientallen honderden. Bovendien twee klanten waarvoor we nu de business case al rond kunnen maken. Dus we kunnen nu van start. Waarbij we ervoor zorgen dat een aantal investeringen zo uitgevoerd worden dat ze dus de capaciteit die het Theo-systeem heeft al ten volle mogelijk maken. De warmtewisselaar in het gemaal, ook de diameter van de leidingen, die zijn daarop gebaseerd. Een aantal andere investeringen, bijvoorbeeld warmtepompen, zijn zo gemaakt dat ze uitbreidbaar zijn naarmate er meer klanten gaan komen. Dus we creëren daarmee een start, daarmee kunnen we het gaan doen. We kunnen er al een klein, we kunnen maar rondverdienen, we worden er niet rijk van, maar dat kan uit. En dat betekent dat we dus hierna, daar kom ik zo met de stappen, de vervolgstappen gaan zetten, dat we al iets klaar hebben staan waar we op door kunnen bouwen. Even, ja. Altijd maar vooral Allianz Engie een interessante business case te maken als een klant een lage prijs betaalt dan niet meer dan anders? Dit is geen hele ruime business case. Dus wij zijn ervan uitgegaan dat die klanten ongeveer in de orde grootte van hun voorziene kosten de komende jaren zullen blijven betalen. Als dat ver omlaag gaat, dan op een gegeven moment dan kunnen we niet genoeg terugverdienen hierop. Wat anders is natuurlijk dat naarmate dit systeem zich zou gaan uitbreiden op een goede business case basis, en dat is nog even bij de woningbouw een probleem, dat je dan natuurlijk op een gegeven moment wel kan zeggen van er ontstaat meer ruimte dan nu. Je zou kunnen denken van de kans is groot dat dit systeem uitbreidbaar is, waardoor de opbrengstpotentie groter wordt als je maar een prijs maakt. Dan zullen de klanten misschien eerder particuliere eigenaar wil stappen op dit. Natuurlijk is het zo dat als de prijs lager is, maar we weten dat we op dit moment geen lagere. We moeten eigenlijk een hogere prijs vragen om het mogelijk te maken bij de woningen.
Dus die ruimte is er nu niet. En dat is ook een kwestie van welke regeling kunnen we gebruiken om dat wel te gaan doen. We hadden het net ook over informatiemogelijkheden. Als je nou kijkt naar dit project en de kosten opbouwen, waar zit nou eigenlijk aan de grootste kosten waarop je met innovatie een prijsdaling zou kunnen bereiken? De grootste kostenpost zit in feite in het net. En naar deze twee klanten toe is de verhouding iets anders, omdat je natuurlijk over hele grote klanten relatief weinig net praat. Maar zeker als je naar de woningbouw gaat, dan zit er in het net de grootste kosten. En innovatie in de netwerk is inderdaad een heel relevant onderwerp. Dan hebben we... Nou ja, het punt is dat het ligt eraan dat warmtenetten naar hun aard veel duurdere infrastructuur zijn dan gas en elektriciteit. Die hebben wij gelegd, ja. Ja, nou, dan weet je hoe het gaat. Maar de eerste plan waren ook al via de kabels, hartstikke duur opgraven. Ja. Uiteindelijk hebben ze wel een rechte lijn geboord. Nou ja, dat is een heel aardige casus waar je mee komt. Ook daarvoor dat project geldt dat de infrastructuur de dominante kostenfactor is. Dus er zijn de Hortus Botanicus die warmte nodig heeft voor zijn tropische planten. En de Hermitage is het museum. Die heeft warmte over, want die moet voor zijn collectie alles koelen. En dat wordt dus uitgewisseld. Dat is een heel erg leuk project. Dat moet je dan door de binnenstad van Amsterdam moet je dan een warmteleiding gaan leggen. Dat is een crime. Uiteindelijk hebben we besloten om in één keer te boren. Hier wordt gezegd de rechte lijn, maar hij moet 30 meter onder de metro door. Dus zo heel recht is die leiding niet. Maar goed, het is wel zo dat je inderdaad constant aan het kijken bent hoe je dat slimmer kan gaan doen. Als we praten over dit soort nieuwbouwwijken is niet zozeer het probleem dat je er niet kan komen. De ondergrond is wel vol, maar het gaat nog wel. Het probleem hier is vooral dat je heel veel bestaande plekken, bestaande woningen moet aansluiten. En ook die woningen weer zo geschikt moet maken dat ze in plaats van de cv-ketel die op zolder staat, nu ergens beneden een warmteaansluiting krijgen. En dat alles toch gewoon goed blijft doen nadat je dat aangesloten hebt. Dat is een hele dure operatie, daar is veel innovatie nog op mogelijk. We kijken naar technieken, sleufloze technieken als boren. Dat voert vrij ver. Wat hier speelt is dat de kosten van dit project zijn heel dominant in de investeringssfeer. En de exploitatie, ja, je moet er uiteraard wat elektriciteit in stoppen om het allemaal te laten werken. Maar dat is een relatief kleine post in de hele factor. Waar moet alles onder de grond, ja. Ja, dat vraag je iemand die warmteleidingen mooi vindt. Dus dat, ja. Daar ligt een mogelijkheid, ja. Ja. Met de borrels, gaan we het daar nog over doen. Laatste vraag. Ik zie een aantal publieke partijen, publieke klanten, twee publieke partijen die daar doen en één private partij, grote. Ja. Is er overwogen om het eigenlijk meer in de publieke sfeer te houden en alleen met private partijen als onderaannemer te werken? Is dat overwogen? Nee, specifiek in dit geval niet. Gewoon omdat we op zoek zijn gegaan naar een partij voor onze klanten die deze rollen op zich zou gaan nemen. En in dit gebied geen publieke partij voorhanden was die dat kon of mocht. Voor Alliander is het heel duidelijk dat we mogen het niet om in de leveringssfeer te gaan opereren. Waterschappen is geloof ik een grijs gebied, maar de meeste waterschappen die zien dat toch niet zo zitten. Ja, dan kom je op een hele andere discussie. Kijk, de discussie is natuurlijk van hoe moeten we in Nederland de energievoorziening gaan organiseren. Voor gas en elektriciteit hebben we natuurlijk gekozen om dat te doen langs de lijnen van laten we de essentiële infrastructuur, laten we die in publieke handen laten. Maar levering, daar is een markt voor, dus dat kun je aan marktpartijen overlaten. Warmte zou je in hetzelfde model kunnen doen, alleen die markt die is wat moeilijker te ontwikkelen. Dat is op dit moment ook aan de klimaattafels onderwerp van gesprek, van hoe kunnen we dat het beste gaan organiseren.
Zelf ben ik ervan overtuigd dat als je gewoon naar de tijdlijnen kijkt, zo'n energienetwerk, ook als de warmtenet is, dat leg je neer voor tientallen jaren. Dus dat blijft een blijvende voorziening. Dat zou logischerwijs een overheidsrol zijn, maar ik weet dat de particuliere warmtebedrijven het niet met mij eens zijn. Terwijl de levering vaak een wat kortstondiger karakter heeft. Ook zoals hier 15 jaar contract, daarna kan weer een volgende partij instappen. Lijkt een logische marktrol voor private partijen in te zitten. Maar goed, dat is een andere discussie. Ik denk dat we echt kunnen stellen dat we met een partij als Engie deskundigheid in huis hebben, maar ook de slagkracht om de investeringen te doen die ze moeten doen. En ook de bereidheid, en dat was hier heel belangrijk, om ook in het voortraject te investeren. Ja, ik kan me voorstellen, want ik vond het een interessante vraag, omdat iedereen er aan denkt. Kijk, als je gas hebt, kun je gas goedkoop inkopen en dan kun je misschien goedkoop afzetten. Dus dan is een marktwerking misschien best interessant. Hier zit je eigenlijk aan het WKO-systeem wat aan het gemaal zit. Voorzie je dan ook van nou, kijk, kunnen andere partijen andere warmte inbrengen, zodat die marktrol wordt. Waar zit die marktwerking in jouw beeld wanneer we één iemand hebben die. Nou. In dit systeem met twee klanten is de marktwerking dat die klanten kunnen zeggen ja of nee. En anders hebben ze gas en elektriciteit nog om hun energie mee te voorzien. Du moment dat we dit systeem naar de hele wijk kunnen uitrollen, is het ook aan te sluiten op andere bronnen in de toekomst. En naarmate dat netwerk groter wordt, en we zijn in Arnhem en Nijmegen ook met een regionaal netwerk bezig waar veel meer bronnen opkomen, ontstaat er op een gegeven moment een keuzemogelijkheid voor klanten om hun eigen bron en leverancier te kiezen. Het punt is natuurlijk van hoe kom je op dat punt terwijl je aan het begin met één bron en één leverancier te maken hebt. Maar doordat we het netwerk nu in publieke handen realiseren en ten principale als een open netwerk neerzetten, creëer je die mogelijkheid wel naar de toekomst toe. Ik wil hem even afmaken, ook gezien de tijd. We hadden het over de stap-voor-stap ontwikkeling. Twee klanten om de complexiteit terug te brengen om een start te kunnen maken. Daar zijn we nu mee bezig om dat helemaal definitief te maken voor die eerste twee klanten en een final investment decision voor te bereiden en uiteindelijk het contract gaan te sluiten. Dan kunnen we gaan bouwen. Daar zitten we heel dichtbij. Vervolgens willen wij opschalen en daar zijn we al over in gesprek met de woningbouwcoöperaties in het gebied. En ook het gemeentelijk vastgoed, zodat we weer clusters hebben. Zeggen we, dan hebben we weer een hoop klanten erbij. Uiteraard vraagt dit wel een aantal maatregelen om het ook betaalbaar te maken. Blijft over een groep van particulieren en allerlei kleinere instanties. Wij denken dat daar de route moet zijn dat die uiteindelijk meegaan in de gemeentelijke aanpak van aardgasvrije wijken. En dat de gemeente dus op een gegeven moment de keuze zal moeten maken van als we Vredenburg een aardgasloze wijk maken, dan is Theo daar de voorkeursoplossing. En op die manier gaan we dat realiseren. Maar de kracht die we dus hebben gekozen, is omdat we nu op dit punt zijn aangekomen, is dat we dat dan straks doen tegen de achtergrond van een werkend systeem. Ook naar de bewoners toe, er wordt nu wel via de media over gecommuniceerd, maar nog niet actief met de bewoners, want we hebben geen concreet aanbod nog voor ze. Ze zeggen van kijk, je kunt maar gebruik maken van het systeem wat we hier al gerealiseerd hebben. Bij wijze van spreken, kom maar kijken bij het gemaal hoe we dat doen en hoe leuk dat is. En by the way, doordat we het water wat afkoelen, heb je er ook nog voordeel van in de zomer. Nou, dat soort dingen. Hopen we daar een positieve beeld van te krijgen. Ja. Deze klanten zullen geen aardgas meer gebruiken als ze hierop aangesloten worden. Geen aardgas. Ja, dus ook minder. Ja. Heel veel minder. En nog even doorgaan op de discussie. Is dat ja. In die redenering zijn er mensen die warmte aan gaan bieden, marktbewijzen. Ja. Krijgt de waterschap dan ook betaald voor die markt? Dat is de ontwikkeling waar je naartoe gaat. Kijk, wat we nu met het waterschap besproken hebben, is dat ze betaald worden voor die warmte. Maar dat is uiteindelijk vooral voor de dekking van de kosten die ze daarvoor voor maken. Uiteindelijk kijken we ook hoe we marges en dergelijke verdelen. Maar nog voor het waterschap, nog in de keten, is het de bedoeling om daar heel veel geld mee te gaan verdienen. In een model waarbij meerdere aanbieders op een netwerk komen, zal in principe in de constructie die we hier bedacht hebben, Engie die partij zijn die op dat net die warmte gaat aanbieden en zegt van ik heb het. Een deel van mijn warmte heb ik gesourced bij het waterschap, maar misschien heb ik ook een andere bron gerealiseerd en die kan ik ook aanbieden. En naast Engie kunnen weer andere leveranciers gaan optreden die zeggen van ik heb warmte van de Nuon bijvoorbeeld, ik heb warmte van de AVR in de aanbieding. Dus op die manier kan dat. En het waterschap
heeft dan dus de rol om te zeggen van nou, wij bieden een hele interessante voorziening voor een leverancier om dat product op de markt te zetten. En daar krijg je dan voor betaald. Ja. Ja. Is het mogelijk om op den duur een lagere temperatuur in hetzelfde warmtenet te gaan? Ja, een hele goede vraag. En ook, ook wat ons betreft mogelijk en de bedoeling. Waar wij naar kijken in het ontwerp van dit soort netten is inderdaad te zeggen van we houden sowieso de business case al rekening dat die woningen en andere gebouwen steeds minder energie gaan gebruiken. Dat zal een bepaald tempo gaan maken. Maar met dat de meeste gebouwen ook inderdaad gerenoveerd zijn of nageïsoleerd zijn, zullen ze ook minder temperatuurbehoefte hebben. Het aardige van dit soort systemen is dat je nu een warmtepomp nodig hebt om die warmte daar te krijgen. En dat op een gegeven moment de elektriciteitsverbruik van die warmtepomp gaat afnemen. Naarmate die temperatuurvraag omlaag gaat, je die lage temperatuur kunt maken. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Want zo net accepteert het alleen maar dat het op een bepaald temperatuurniveau bedreven wordt. En dat is eigenlijk het temperatuurniveau van de slechtste klant, zou je kunnen zeggen. Dus daar moeten we nog even naar kijken hoe je dat in de tijd kan oplossen. Maar dit type systeem heeft het wel in zich om, anders dan bij de traditionele hoogtemperatuursystemen, die helemaal drijven op het feit dat je heel veel gigajoule verkoopt, dan zeggen van nou ja, naarmate je minder energie gebruikt, kan je die bron voor meer klanten gaan gebruiken. En bespaar je ook in de keten geld, omdat je die warmtepompen minder hoeft in te zetten, of wellicht in de toekomst helemaal niet meer. En dan heb je natuurlijk een hele mooie energievoorziening gecreëerd. Het net is daarvoor geschikt, want het is in feite daar open voor. Met dat je minder energie hoeft af te zetten, kun je ook met een kleinere temperatuurverschil toe over het net. Als je dat een beetje slim ontwerpt, dan past dat ook. Dus daarmee zou dat kunnen en willen we ook die kant uiteindelijk op. Het lawaai komt omdat iedereen nou wat terugkomt, maar we gaan gewoon door met de vragen totdat we stoppen. Ik ga niet verleden van dit voor de waterschap. Ja. Nou, het gesprek gaat nu eigenlijk. Oh ja, de vraag was van het waterschap. Rekent die nou een prijs voor per verkochte gigajoule of op een andere manier? Dat is eigenlijk nu de discussie. Van, komt er een vaste vergoeding voor het waterschap over de jaren heen? Of gaan we echt per gigajoule afrekenen? Op zichzelf zijn die gigajoules op die lage temperaturen. Ja, dat is natuurlijk een vrij willekeurige eenheid. Dat is onderdeel van de discussie hoe dat precies gaat doen. Het kan allebei. Ja. Het is nu echt tijd, hè? Ja, nee, kom gezellig binnen.